Ja, eerst hallo, welkom bij deze presentatie. Deze presentatie gaat over de resultaten van het onderzoek Zo zijn wij. Ik ben Lisa en dit is Meike. Deze stelling van iemand die zegt, ik wil niet dat ze me lastig vinden. Ik wil gewoon geliefd worden. Ik wil gewoon normaal zijn. Die stelling zegt heel veel over hoe doof en slechthorende jongeren een beeld hebben en hoe ze het zien, hoe ze het voelen. Nou, in deze presentatie komen verschillende stellingen aan bod. En nu, de resultaten zijn natuurlijk heel interessante dingen. Daar gaan we dan dus nu mee beginnen. In ons onderzoek hebben we ons gericht op subjectiviteit. Over hoe dove jongeren en slechthorende jongeren het leven beleven. En subjectiviteit is eigenlijk het geheel van waarnemingen, gedachten, meningen, angsten. Nou, alles wat het leven geeft aan een persoon. En die subjectiviteit is een heel filosofisch begrip. Het gaat over de ervaringen van een persoon. En die subjectiviteit van een persoon is niet vast. En een persoon kan ook meerdere subjectiviteiten hebben. En ze kunnen ook veranderen in de levensfases bijvoorbeeld. En ze bewegen ook mee in de verschillende situaties waar je bent. Dus het kan nog afhangen van de context. Bijvoorbeeld, ik ben doof. Ik ben vrouw. Maar als ik in een bepaalde situatie ben met bijvoorbeeld alleen maar horende mensen die niet kunnen gebaren, dan voel ik mij meer bewust van mijn doof zijn. Maar als zij bijvoorbeeld, als ik dezelfde taal zou hebben als hen, dan voel ik die doofheid niet. Dan is dat niet een opvallend subjectiviteit aspect van mij. Dan heb ik daar minder aandacht voor. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor vrouw zijn. Als ik als vrouw in, misschien als man of vrouw maakt niet zoveel verschil, maar als ik bij een groep met mannen kom die dat benadrukt, van oh kijk, het is een mooie vrouw, dan maakt dat gedeelte van mijn identiteit meer bovenkomt en dat ik dat beter voel. Dus die beleving hebben ook te maken met de rechten en plichten van iemand in de maatschappij. Bijvoorbeeld toen vrouwen nog niet mochten stemmen, maakte dat vrouwen zich minder waardig voelden ten opzichte van de mannen. En nu kunnen vrouwen wel stemmen. Dus dat betekent dat de context is veranderd. Het vrouwenlichaam is nog volledig hetzelfde, maar de ervaring is anders. Dus dat heeft natuurlijk enorm ook te maken met machtsverhoudingen in de maatschappij. Wie heeft er meer macht, wie heeft er meer te zeggen? En dat vormt natuurlijk ervaringen. In dit onderzoek hebben we ons gericht op verschillende factoren en ook verschillende praktijken. De drie factoren zijn ten eerste taal, ten tweede technologie en ten derde hoorstatus. En bij de praktijk hebben we gekeken naar het onderwijs, familie en peers, dus leeftijdsgenoten. Dus wij hebben gekeken naar de invloed van onderwijs, peers en familie op... Ja, op degene als persoon. En dat zijn verschillende schillen, verschillende lagen. En sommige komen heel dichtbij, bijvoorbeeld familie, die invloed is heel direct. Maar onderwijs heeft ook invloed, maar ook weer invloed op de familie. En de familie heeft ook weer invloed op wat voor onderwijs je gaat volgen. En daarbij heeft de maatschappij natuurlijk ook een enorme invloed. Ik heb net al een voorbeeld gegeven van bijvoorbeeld toen vrouwen niet mochten stemmen, had dat natuurlijk een invloed op de subjectiviteit. Nou, en die theorie van dat geheel, hoe we daar naar kijken, daar hebben we onderzoek ook naar gedaan. De volgende stelling hoort bij subjectiviteitsbeleving. Nou, wat dat betekent is eigenlijk dat je doet alsof je iemand anders bent. Alsof je iets meekrijgt wat je niet meekrijgt. Want ik wil niet de indruk geven dat ik minder was of zo.
Nou, dit is een mooi voorbeeld van de beleving van een persoon. En dan, oh ja, deze stelling, de volgende stelling heeft te maken met taal. Dus iemand die zegt, zo van gebarentaal leer je omdat je in de slechthorende wereld gaat wonen. Nou, dat is natuurlijk ook een hele interessante stelling, een uitspraak. Want het gaat over de rol van taal, ook eigenlijk dat het laat dat je dat later nog wel kan leren. Dus alsof ook de twee werelden apart zijn, dat je later daar kan gaan wonen, om het zo maar te zeggen, om dan de gebarentaal dan te leren. Maar ja, taal is natuurlijk zo'n groot en belangrijke factor in ons onderzoek. Je kan ook zien, bijvoorbeeld de Nederlands gebarentaal en Nederlands hebben... Ja, er zit een beetje wrijving tussen. Het is lastig, die twee. Soms lijkt het bijna alsof mensen het gevoel hebben dat ze moeten kiezen. Of Nederlands gebarentaal of Nederlands, dat het niet allebei kan. En gebarentaal wordt ook vaak gezien als een soort van laatste optie. Alleen als het echt niet anders kan, dan kan je nog gebarentaal leren. Wat eigenlijk die stelling net zei, weet je, als ik in een slechthorende wereld ga wonen, dan leer ik wel gebarentaal. Maar dat komt natuurlijk ook door de communicatie van verschillende instanties en vanuit onderwijs die zeggen, nou weet je, als het echt niet lukt met praten, nou oké, ga dan maar gebaren. Dan wordt het gezien eigenlijk als minderwaardig, alsof die taal minder waardig is aan het Nederlands. En dat... krijgen jongeren natuurlijk zelf ook binnen. Dat voelen ze ook, dat praten dus meer belangrijk is in gebaren. Ja, alleen als het echt niet anders kan als laatste redmiddel. En ook blijkt, nou, veel jongeren, dat ze pas op latere leeftijd zich pas bewust werden dat ze eigenlijk als kind al gebarentaal hadden willen leren. Want blijkbaar is de betekenis van taal op latere leeftijd toch anders geworden. Is ook heel interessant. Dus dat ze later de gebarentaal toch volledig hebben omarmd. Dan geef ik het woord aan Maaike. Ik ga het nu hebben over technologie. De volgende quote is ook genoemd. Als ik ze gebruik, dan is dat een technologisch hulpmiddel. Als ik ze uitdoe, ben ik echt mezelf. En dit is een mooi voorbeeld van hoe jongeren een hoortechniek zien. Er zijn verschillende technologieën die gebruikt worden. Sommige mensen dragen hoorapparaten, andere dragen CI. Ze maken gebruik van solo-apparatuur, gebruiken spraak-apps. Dus dat is de hoortechnologie. Maar er zijn natuurlijk ook communicatie-apps. Bijvoorbeeld WhatsApp, Skype. Dat zijn ook technologieën. En in de interviews hebben we gemerkt dat dove en slechthorende jongeren verschillende visies hebben over het gebruik van dat soort apparatuur. Bijvoorbeeld het gebruik van CI. Sommigen zien een CI als onderdeel van een identiteit. Andere jongeren zien het als een hulpmiddel. Maar ook het gebruik van een CI is heel afhankelijk van de context waar die persoon zich bevindt. Zijn ze bijvoorbeeld in een situatie waar veel horenden zijn die de gebarentaal niet beheersen, dan voelen dove en slechthorenden zich gedwongen om gebruik te maken van hoortechnologie. Maar in een andere situatie, waar iemand die bijvoorbeeld niet met gebarentaal is opgegroeid, maar wel CI gebruikt, als diegene thuis is, vind diegene het vaak prettig om dat thuis af te doen, om de rust en de stilte te beleven. En zo zie je een verschillend gebruik van technologie. Hoorstatus is ook heel erg beïnvloed het zelfbeeld en zelfwaarde. Mensen vergelijken zich onderling wie er beter of slechter hoort. En als degene slechter hoort dan de ander, voelt hij zich... kan hij zich minder waardig voelen. En als diegene voelt dat de hoorstatus slechter is, proberen ze zich meer te richten op de hoorapparatuur om daar nog goed mee te kunnen horen. Er is ook een groep jongeren die het niet uitmaakt wat de hoorstatus is. En die vinden het belangrijker te weten bij welke groep ze zich thuis voelen. En met wie ze zich verbonden voelen. En de hoorstatus maakt voor hen minder uit. Ook daar zien we onderlinge verschillen. Ik wil het nu hebben over peers. En daar hebben we deze quote voor gebruikt. Toen ik meeging naar het kamp, kwam ik thuis
En toen zei ik, dat was echt de eerste keer dat ik niet hoefde te doen alsof ik horend was. Dat is echt een goed gevoel. Niet mijn best hoeven doen en niet moe zijn. Dit geeft al aan dat peers een belangrijke rol spelen in het leven en dat ook dit onderwerp van invloed is. Er zijn twee manieren van contact met peers. De dove en slechthorende peers en de horende peers. Het contact met dove en slechthorende peers is meer gebaseerd op hetzelfde zijn. Het gevoel van gelijkwaardigheid. En daar kan ervaringen worden gedeeld, zowel positief als negatief. Positieve ervaring is, we lopen tegen dezelfde dingen aan in de maatschappij. We kunnen het daar goed over hebben. We spreken dezelfde cultuur en dezelfde taal. En de negatieve ervaring kan zijn dat we tegen dezelfde zaken aanlopen in de maatschappij. En ook het gevoel van verbinding. Als wij allebei doof of slechthorend zijn, hebben wij een gedeelde verantwoordelijkheid voor de communicatie op een gelijkwaardige manier. Het contact met horende peers is heel anders. Het contact met horende peers is vaak zo dat het een gevoel is van minderwaardigheid. Er zijn tegenslagen, communicatie loopt niet vloeiend. En als mensen als enige in een horende groep doof of slechthorend zijn, voelen ze zich anders, wat ervoor kan zorgen dat het zelfbeeld minder is. Vervolgens wil ik me focussen op het onderwerp familie, met de volgende quote. Dit is gebeurd dat ouders zeiden, je bent anders, maar dat werd nooit zo benoemd. Waardoor ik het gevoel had, ik moet hetzelfde zijn als de rest, maar je mist toch dingen. Deze quote geeft duidelijk aan dat doven en slechthorenden zich hetzelfde moeten voelen. Maar klopt dat wel? De verwachtingen van de ouders naar het kind beïnvloeden het zelfbeeld van het kind. Welke taal wordt er gesproken? Welke technologie worden er gebruikt? Dat zijn allemaal keuzes die worden gemaakt. Bieden de ouders gebarentaal aan of doen ze dat niet? De ouders maken de keuzes voor het kind en bieden keuzes aan. Bieden ze het gebruik van hoorapparaten of CI aan of niet? In de interviews kwam naar voren dat jongeren zeiden, ik heb het vroeger gemist dat er genoeg aandacht was voor mijn doofheid of slechthorendheid. Daar was geen aandacht voor. En daardoor had ik het gevoel dat ik hetzelfde moest zijn als mijn horende familieleden. Ook werd gezegd dat ze zich vergeleken met een horende broer of zus. En als ze dan zagen dat de andere ergens beter in was, dat ze zich onzeker daarover voelden. Vervolgens wil ik het hebben over het onderwijs. Iemand uit het interview heeft gezegd, ik moest me altijd aanpassen aan de anderen. Daarom heb ik nooit echt nagedacht over wat ik wil. Als ik op een dove school had gezeten, was ik misschien meer standvastiger. Dan had ik misschien een andere ontwikkeling doorgemaakt. Ook dit geeft aan dat de omgeving waar iemand zich in bevindt, een behoorlijke impact kan hebben. Je hebt het reguliere onderwijs, het horende onderwijs en het dove onderwijs. En daarin zitten grote verschillen. Het dove en slechthorende onderwijs wordt gezegd, daar voelden mensen zich veilig en plezierig en prettig. Omdat daar gelijkwaardigheid was, mensen hoefden zich niet voortdurend aan te passen. In het reguliere onderwijs wordt vaak ervaren dat er veel aangepast moest worden en dat daar ook de nadruk op lag. Bewust of onbewust. Een ander verschil is dat in het dove of slechthorende onderwijs de ruimte was voor individuele ontwikkeling. Omdat er geen aandacht was of geen nadruk was op de communicatie of het aanpassen daarin, maar daardoor was er meer aandacht voor de persoon, wie iemand was. En het reguliere onderwijs werd ervaren als veel tegenslagen. Het besef dat men anders was dan de anderen en de tegenslagen die daarbij horen. En dat de communicatie niet soepel liep. Ook dat is een belangrijk verschil.
Ik geef nu graag het woord terug aan Lisa. Goed, ja. Kan je op de volgende slide drukken? Ja. Dit citaat zegt: ja, dat komt omdat de horende maatschappij een bepaalde manier gebruikt waardoor jij het gevoel hebt dat je je moet verontschuldigen. Omdat horende mensen nou eenmaal superieur zijn, het beste zijn. Ja, dit is een mooi voorbeeld van een patroon wat veel terug is gevonden. Veel jongeren hebben vaak ervaren het gevoel dat ze zelf minder waardig zijn aan de horende. En ook die onzekerheid komt vaak terug. Die onzekerheid van, kan ik alles wel goed volgen? Hoor ik er wel bij? Accepteren ze mij wel? Die onzekerheid. En jongeren die op zijn gegroeid, voornamelijk in de horende wereld, hebben later het gevoel eigenlijk te moeten switchen tussen twee werelden en ook te twijfelen, waar hoor ik nou eigenlijk thuis? Ze zitten ertussen. En ze zoeken naar, wat heb ik nodig? Wat wil ik? Welke behoeften heb ik? Waardoor ze zich soms, wat soms kan leiden tot een identiteitscrisis. Of ook psychische klachten, een burn-out. En niet alleen maar voor jongeren die in een horende omgeving zijn opgegroeid. Maar ook mensen die in een dove omgeving zijn opgegroeid met gebarentaal. Die moeten zich toch ook weer aan de omgeving aanpassen, aan de horende maatschappij. En dat kost gewoon heel veel energie. En die is op een gegeven moment op. Een andere quote is: het eerste jaar heb ik helemaal afgemaakt, maar ik begon het tweede jaar tegen een burn-out aan te lopen. Maar ik had dat zo nodig, ook omdat ik op geen enkel moment geen periode had om alles nog van de middelbare te verwerken. Ik was daar nog zo moe van. Dus dat is een mooi, dat geeft me aan hoe je psychische klachten hebt op latere leeftijd. En op een gegeven moment denk je, ja, ik kan het niet meer aan, het is te veel. En jongeren lopen daar tegenaan op latere leeftijd. Ja, we hebben dus nu heel veel resultaten gedeeld. Heel interessant en heel verschillend. Dus je ziet ook dat dove jongeren op veel verschillende manieren omgaan met hun eigen doof en slechthorendheid. Hun beeld, hun subjectiviteit is allemaal zo verschillend. Maar die subjectiviteit, dat beeld wat je ziet, heeft natuurlijk invloed op iedereen. En de invloed die je ook heeft, is het onderwijs, de peers, wel of niet naar een dovenschool zijn geweest, familie, al die factoren, de omgeving, zijn allemaal factoren die een mens beïnvloedt. Maar het is ook belangrijk dat de context verschilt. Maar ook dat we hebben gezien dat dus geen enkele dove hetzelfde is. Iedereen is anders. Want er bestaat ook niet een typische doof of een typische slechthorende. Dat bestaat niet. Iedereen is op een andere manier opgegroeid. Iedereen heeft andere invloeden gehad in zijn leven. Dus die grenzen, of tenminste, doven zijn zo, slechthorenden zijn zo, en dit is de grens, die bestaat niet. Dat is veel meer fluïde. Mensen die kunnen zich thuis voelen in de ene kant en dan op een ander moment aan de andere kant. En ook de status van taal, daar kan veel meer in gewisseld worden. En dat is belangrijk, want als je kijkt naar wat een individu meemaakt, dat is belangrijk. Kijken, wat heeft een persoon gevormd? Wat heeft iemand gemaakt tot wie die is? Dus eigenlijk is het heel belangrijk voor de dove gemeenschap en de slechthorende gemeenschap om te kijken naar wat dat is, wat maakt iemand wie die is? Hoe of wat vormt jouw beeld van de wereld? Om dat te bevragen, wat maakt iemand wie die is? Nou, als laatste, maar natuurlijk niet, maar ook natuurlijk enorm belangrijk, over het belang van taal en de waarde van taal in de samenleving. Nu is de Nederlandse gebarentaal erkend. Supergoed. Maar ja, wat zijn dan de gevolgen voor jongeren? Hebben ze misschien, daardoor zijn ze gelijkwaardiger? Omdat gebarentaal gelijkwaardiger is aan de gesproken taal? Dus misschien is dat wel interessant voor de toekomst. Wat heeft dit voor gevolgen, deze erkenning? Dus het wordt vervolgd.
Ja, er is net van alles verteld over de resultaten. Wil je daar nou meer over weten? Ga dan naar onze website. Dan staat dit project op. Niet alleen dit project, maar ook een eerder onderzoek wat afgerond is over dove ouderen. Beide onderzoeken zijn terug te vinden op de website. Wij hebben een en ander verteld en nu is het tijd voor vragen en een gesprek met jullie. Wij zijn heel erg benieuwd naar jullie gedachten, naar jullie meningen, opmerkingen. Laat het ons weten. We gaan graag met jullie in gesprek. We hopen dat jullie dit interessant vonden. Iedereen bij het nagesprek. Ik hoop dat jullie dit een interessant verhaal vonden over de bevindingen die uit ons onderzoek zijn gekomen. Ik zag net bij de reacties op Facebook iemand die schreef: je moet eens praten met iemand die doof of slechthorend is, een jongere die doof of slechthorend is, om te vragen hoe die leeft, hoe die zijn dagelijks leven leeft. En dat is natuurlijk de basis van dit onderzoek. Er zijn heel veel gesprekken met de dove en slechthorende jongeren die we hebben gehouden om tot deze conclusies te komen. En het onderzoek is uitgevoerd, dat hebben we vorige week al wat meer aan de orde gehad toen we over methode en manier van onderzoek doen hebben gehoord. Door dove en slechthorende jongeren in ons onderzoeksteam zelf. Dus jongeren hebben jongeren bevraagd over hun leven en wat in hun opgroeien en hun identiteitsvorming, want daar gaat het eigenlijk vaak over, wat daarin belangrijk is geweest in hun familieomgeving. In hun contacten met peers, zoals dat heet, met leeftijdsgenoten. En in de grotere wereld van de samenleving. Nou, ik zie dat we inmiddels 14 mensen aan boord hebben. Dat lijkt me voldoende om te vragen of er iemand is die een vraag zou willen stellen. En die wil ik graag uitnodigen om dat te doen. En of dat nu een horend iemand is of een doof iemand, dat maakt niet uit. Want zoals je ziet hebben we tolken gebarentaal aan boord die van de ene naar de andere kant kunnen tolken. Maakt niet uit van welke kant je komt. Dus wie zou hierover iets willen zeggen of vragen? Ik ben erg benieuwd wie welke vraag gaat stellen. Jos, je hebt de vraag. Even wachten tot ze in beeld komt. Ze komt toch niet in beeld, dus de vraag komt even in tekst. En dan zal ik de vraag even herhalen in gebarentaal. Je mag je vraag in de chat stellen, zeker. We wachten nu even tot de vraag in de chat terechtkomt. En even voor de anderen die deelnemen. Als je nou een vraag hebt of iets wil zeggen, dan doe dat alsjeblieft. Je kan dat in de chat neerzetten of in gebarentaal doen. Je mag zelf kiezen wat je fijn vindt daarin. Je mag ook natuurlijk spreken. Gebaren mag allemaal. Even kijken. Iemand vraagt. De achtergrond van die dove en slechthorende jongeren. Wat is dat precies? Zijn ze in een dove of een horende familie opgegroeid? Wat is de achtergrond van de jongeren die we hebben geïnterviewd? Daar kan ik wel even op antwoorden. De achtergronden zijn heel wisselend. We wilden eigenlijk graag jongeren interviewen die verschillende achtergronden hebben, zodat we een brede groep konden meenemen. Dus iemand die bijvoorbeeld oraal is opgevoed, iemand die met gebarentaal is opgevoed. Iemand die zowel met spreken als gebaren is opgevoed.
Ook iemand die bijvoorbeeld eerst van het reguliere onderwijs naar doof onderwijs is gegaan of andersom. Dus zo hebben we proberen verschillende mensen te interviewen. Dus ik hoop dat ik op deze manier, Jos, je vraag heb beantwoord. Zijn er nog anderen die graag een vraag willen stellen? Nou, mag ik misschien nog iets aanvullen of een tegenvraag stellen aan Jos, meen ik dat het was, Jos de Winde. Hoe denk je dat dat uitmaakt of mensen een verschillende achtergrond hebben? Denk je dat dat uitmaakt en hoe zou dat uit kunnen maken? Kan je daar zelf iets over zeggen? Ja, de vraag is of het invloed op je heeft als je student bent, als je uit een dove familie komt of uit een horende familie. Dat is de vraag van Jos. Anja, ik denk dat jij deze vraag kan beantwoorden. Nou, het onderzoek eigenlijk al heel lang laat onderzoek zien dat kinderen uit gezinnen met dove ouders, dove en slechthorende kinderen uit gezinnen met dove en slechthorende ouders, dat die het beter doen dan kinderen die in een horend gezin worden geboren. Wat natuurlijk meestal het geval is. En dat laat zien dat die identiteitsvorming van dove en slechthorende kinderen in de gezinssituatie eigenlijk heel direct gevormd wordt door wie hun ouders zijn en wie hun naaste familie is. Dus we kunnen al zeker zeggen dat zoiets enorm veel uitmaakt. Het is belangrijk om te zeggen dat bij dit onderzoek we niet hebben gekeken naar aantallen. Het is geen kwantitatief onderzoek, maar kwalitatief onderzoek. En dat betekent dat we vooral hebben gekeken, maar hoe is zoiets dan van invloed? Op welke manier spelen die dingen mee in hoe jij geworden bent tot wie je bent? Is dat... Er is een andere vraag. Ik lees hem even, zodat ik hem kan herhalen. Iemand vraagt in de chat over de technologie die naar voren kwam in de resultaten, waarin we onderscheid maken. Of dat verschil maakt tussen doven en slechthorenden die gehoorapparaten gebruiken en hoe dat verschil maakt. Ik denk dat ik wel op de vraag kan antwoorden. Ik vind het een hele goede vraag op de eerste plaats. Hoe je dan onderscheid kan maken tussen iemand of die doof of slechthorend is met gehoorapparaten. Hoe ik er tegenaan kijk is dat het heel erg eraan ligt hoe je tegen jezelf aankijkt. Je hebt natuurlijk het aspect dat je medisch naar jezelf kan kijken of je kan bekeken worden of je doof of slechthorend bent. En ook je zelfbeeld, dus of je jezelf als doof of slechthorend ziet. Dat zijn denk ik twee belangrijke factoren. En daarin mag iedereen zijn eigen keuze maken of iemand zichzelf als doof of slechthorende ziet. Er hoeft niet iemand te zijn die jou bestempelt als doof of slechthorend. Dat is iets wat jij zelf kan bepalen. Ik hoop dat ik de vraag zo goed heb beantwoord voor je. Even kijken naar een andere vraag. Mag ik nog iets aanvullen misschien daarover? Ja, natuurlijk. Ja? Wat je ziet is dat zo'n hoorapparaat is een heel zichtbaar ding aan de buitenkant. Waardoor mensen vaak meteen denken, horende mensen die zelf niet slechthorend of doof zijn. Dat die denken van, oh, dat is iemand met een... met een hoorverlies. En
wat je vervolgens ziet naar als je gaat praten met zo iemand met die een hoorapparaat draagt, dat je merkt dat die niet één identiteit heeft van ik ben zus of ik ben zo, maar dat die vaak door het aanpassen van die apparatuur in de ene situatie of in de andere situatie zich aanpast aan hoe die zich voelt, wat de omgeving van hem of haar verwacht. Dus allerlei omstandigheden die maken dat je eigenlijk daar een beetje mee kan tweaken, zoals dat in het Engels zo mooi heet. Een beetje kan manoeuvreren, een beetje kan managen van hoe je je voelt, in welke groep je op dat moment zit, in welke situatie je verkeert, wat je doet met die hoorapparaten. En dat je dus niet kan zeggen van een buitenkant van die is zus of die is zo, omdat die zo'n apparaat draagt. Dat ligt dus veel genuanceerder dan je eigenlijk zou denken. En ik denk dat een belangrijk gegeven is dat uit ons onderzoek ook heel duidelijk naar voren is gekomen. Ik kijk even naar de andere vragen die inmiddels binnenkomen. Ja, er zijn andere vragen binnengekomen. Ik zal die even gebaren. Ja, de ouders hebben dus invloed op. Oh, het bleef even vasthangen. De vraag is welke informatie krijgen ouders? En ook de punten die ouders aan informatie aangeleverd krijgen. Ik kan wel even op deze vraag antwoorden. We hebben geen interviews gedaan met ouders. We hebben ons alleen gefocust op dove jongeren en slechthorende jongeren. Wil je dat ik dat zeg? Ja, er is iemand anders die in het onderzoeksteam graag deze vragen wil beantwoorden. Dus die komt ook even in beeld. Eén moment. Ja, ik kon het niet laten. Ik wilde toch heel graag deze vragen even beantwoorden. Ja, over de informatievoorziening. Daar is nog niet alles in onderzocht. Maar we hebben wel gekeken naar taal en taalstatus. En daarin zie je dus toch ook in de onderwijsinstituten, ook bij de Rijksoverheid, dat de manier van taalgebruik, ook van de Nederlandse gebarentaal, daar hebben we ook een voorbeeld van genoemd in de presentatie, dat als een soort laatste optie wordt gezien. Dus als het niet anders kan, dat er dan maar gebarentaal gebruikt kan worden. En dat gebarentaal op websites bijvoorbeeld heel vaak erg verstopt is. En dat zegt ook best wel veel over de perspectief op taal. Op perspectief op specifiek gebarentaal in dit geval. En in ons onderzoek was dat niet een prioriteit. We hebben het in de focusgroepen wel benoemd. Maar dit was wel iets wat opviel in de resultaten wat eruit kwam. En in de informatievoorzieningen die er zijn, kan gebarentaal toch meer als gelijkwaardige taal worden gezien. Kan het meer gelijkwaardige status krijgen dan wat het nu heeft. Dus ik hoop dat ik op deze manier de vraag heb beantwoord. Dankjewel Lisa, dat was een heel helder antwoord. Dankjewel. Ja. Anja, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Nou ja, ik zou willen zeggen, omdat blijkt dat die familieomgeving en die omgeving van peers en ook hoe het maatschappelijk benaderd wordt, die doofheid of slechthorendheid, dat heel veel invloed heeft op iemand, hoe iemand over zichzelf gaat nadenken. En als die ouders helemaal in het begin, als net wordt vastgesteld dat hun kindje doof of slechthorend is, als die geen informatie krijgen over gebarentaal, maar eigenlijk direct op een traject terechtkomen waarin wordt ingezet op zoveel mogelijk reparatie, zeg maar, van het hoorverlies.
dan zullen kinderen die zo opgroeien ook heel moeilijk toegang krijgen tot groepen mensen die wel gebarentaal gebruiken. Dat zal vaak pas op een latere leeftijd zijn. En inmiddels zitten ze dan op een traject waarin ze bijvoorbeeld naar een slechthorende school zijn gegaan in plaats van een dove school. Op een slechthorende school waar heel veel gericht is juist op het verwerven van de spreektaal. Terwijl op de dove scholen tegenwoordig een tweetalig aanbod wordt gegeven, zowel Nederlands als gebarentaal. En dat ook de officiële instanties vaak onderscheid maken in termen van audiogrammen en het hoorverlies dat mensen hebben. Van op wat voor budget ze bijvoorbeeld recht hebben in pgb's en naar welke soorten van instellingen ze kunnen gaan of zorg kunnen ontvangen. Dus dat heeft heel veel consequenties in welk hokje je al in het begin geplaatst wordt. Van het krijgen van informatie van de ouders tot en met later de budgettering door overheidsinstanties om je hoorverlies te compenseren, zoals dat heet. Dus het is heel belangrijk eigenlijk dat die informatie over de verschillende mogelijkheden en de verschillende gemeenschappen al zo vroeg mogelijk gegeven wordt. Ik zie nu een vraag staan, even kijken. Ik zie verschillende vragen staan inmiddels, ja. Ja, volgens mij is de vraag van Nienke nu aan de beurt, als ik het goed heb. En zij vraagt... Ja. Hoe belangrijk zijn deze bevindingen? Wat betekenen ze? Bijvoorbeeld, moet er iets veranderen aan het onderwijs zoals het nu is? Of is het goed zo? Wat zou er anders moeten en wat leidt tot goede identiteitsvorming bij dove en slechthorende jongeren? Nou, misschien, ik heb net veel gezegd, ik kan hier best ook iets over zeggen, maar misschien wil Nienke iets zeggen hierover. Oh, sorry, wil Meike iets zeggen hierover? Oh, het liep weer vast. Zou je de vraag kunnen herhalen? Want ik heb het net niet helemaal meegekregen. Dat is de vraag van Nienke. Wil jij daar iets over zeggen? Ja, de vraag van Nienke. Is die al beantwoord toen ik net vast was gelopen of niet? Want dat kreeg ik niet mee. Niet beantwoord. Maar als je wil, kan ik daar ook iets over zeggen. Ja, wat we hebben gemerkt. Ja hoor, Anja, ga je gang, tuurlijk. Wat we hebben gemerkt is dat met name slechthorende mensen zich vaak zo vast voelen zitten in die categorie slechthorendheid. En dat ze het gevoel hebben meegekregen dat als ze niet voldoende de spreektaal verwerven en als ze. Als ze niet voldoende kunnen horen met hun hoorapparatuur, dat ze zich dan minder voelen. Ik zie ook de vraag van Dennis hier, of van Doof Centraal in ieder geval, die hierna komt, waarin het citaat wordt aangehaald dat in het onderzoek naar voren kwam. Horenden zijn superieur. Dat is een gevoel dat mensen meekrijgen, die alsmaar het idee hebben, we moeten voldoen aan een norm, aan een hoornorm, aan een sprekennorm, waaraan we eigenlijk niet goed kunnen voldoen, omdat ons gehoor nou eenmaal niet meewerkt in die richting. Dat je ook op een andere manier een volwaardig iemand kan zijn, hè, met een andere taal, met gebarentaal, dat is een manier van denken die eigenlijk een beetje ontzegd is aan mensen die slechthorend zijn. En daardoor voelen ze zich vaak zo heen en weer geslingerd tussen die twee werelden. Want ze hebben meegekregen, eigenlijk zou je moeten kunnen horen, want dat is het beste wat er is. Maar ze kunnen daarin steeds niet meekomen. En tegelijkertijd voelen ze zich niet echt helemaal thuis in de dove wereld, omdat ze nooit de gebarentaal geleerd hebben. Dus ze voelen zich daar steeds tussenin.
En in het algemeen voelen zij zich daardoor eigenlijk vaak minder waard dan mensen die horend zijn. En ook dan mensen die doof zijn, die met elkaar het gezellig hebben, zal ik maar zeggen. En die ook natuurlijk hele moeilijke hobbels moeten nemen in de samenleving, die ook overal hun neus stoten, maar die dan in ieder geval elkaar hebben. Dat is in de slechthorende groep van slechthorenden veel minder het geval. Die identificeren zich minder met elkaar en ja, delen in die zin dan minder dan alleen hun hoorverlies, wat eigenlijk dan een negatieve kwaliteit is. Wil jij er nog iets op aanvullen, Nienke? Nee. En dat, ja, wij hebben het idee... Ik vond het een duidelijk antwoord, Anja. Wij hebben het idee dat als die gebarentaal in alle onderwijsvormen beschikbaar zou zijn, dat veel zou oplossen, omdat je mensen dan een breder scala aan mogelijkheden geeft om zichzelf te ontwikkelen. En het is vaak, wordt het voorgesteld als een keuze van je moet of het een of het ander, terwijl ja, het vaak in de praktijk zo is dat je bent nooit één persoon. Je bent altijd verschillende mensen tegelijkertijd in verschillende situaties. En als je meer instrumenten krijgt om je aan te passen aan die verschillende situaties en je daar thuis te voelen, ja, dat is alleen maar rijkdom. Dus je geeft mensen dan eigenlijk veel meer dan alleen maar een extra taal. Ja, ik zie dat er veel vragen zijn binnengekomen in de tussentijd. Dat is in elk geval heel erg leuk. Ik zit even te kijken. Er is een vraag van Sietse. Hij zegt, het is misschien wel een confronterende, maar wel een goed bedoelde vraag. In de context van dat doofheid, slechthorendheid onderdeel is van je persona, als je kon kiezen, zou je dan willen kunnen horen? Ja, ik denk dat ik vanuit mij wel kan antwoorden. Ik denk dat dat voor iedereen heel erg verschillend is. Ik denk niet dat je één pasklaar antwoord daarop hebt, want dat is echt zo erg een complexe zaak waar zoveel verschillende factoren in meespelen. Iemand zou kunnen zeggen van nee hoor, ik wil doof blijven, dat is wat wie ik ben. En dus er kan een ander zijn die zegt ja, ik wil toch liever kunnen horen. En die verschillen zijn er vanwege allerlei factoren zoals je omgeving en de context. Dus daar kan ik geen pasklaar antwoord op geven. Maar ik denk wel dat het een interessante vraag is. Dat het ook interessant is om te kijken wat het verschil maakt. Dat horen. Waarom zou iemand horend willen zijn? En waarom niet? Daar kunnen verschillende antwoorden op zijn. Ik denk dat het meer een leuke vraag is ook voor een discussie. Ook, om te kijken hoe andere mensen daar tegen aankijken. Dus ik vind het zeker een leuke vraag. Oh, ik zie nog een andere vraag. Dat is een hele tekst. Even kijken, hoe kan ik daar uit? Ja, ik moet eruit gaan kiezen. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Dat is in elk geval heel leuk. Ja, ik kan vast een voorzetje doen. En daar staat, hoe zit het met de geschiedenis van dove gemeenschappen? Jullie gaven aan dat we leven in een maatschappij waarin horen de norm is. Volgens mij leven we ook in een maatschappij waarin waarde wordt gehecht aan cultureel erfgoed en historische verhalen. Ja, dat klopt. Dat is zeker zo. En daar is dus een hoop werk te doen voor dove mensen om te zorgen dat hun verhalen vastgelegd worden. En daar zijn al verschillende groepen mee bezig. Dus er is een werkgroep dove historie. Er is ook een werkgroep cultureel erfgoed doven. De afdeling gebarentaalkunde van de Radboud Universiteit is bezig met een enorm archief aan te leggen met uitingen in gebarentaal van allerlei mensen van oud tot jong, om te zorgen dat die uitingen bewaard blijven. Dus er wordt best al veel gedaan.
Maar ja, dat is een begin nog maar en geen vergelijk met de alle historische onderzoek wat er is in de horende gemeenschap en de archieven die er zijn in de horende gemeenschap, de bronnen. Wat misschien aardig is om nog aan te halen, is een onderzoek wat we eerder hebben gedaan met dit team en nog met een aantal andere onderzoekers. Dat is een onderzoek naar de oudere doven, dus niet jongere, maar oudere dove mensen. En hun levenskwaliteit en wat voor ideeën ze hadden over hoe ze oud zouden willen worden. En daar kon je heel duidelijk in zien aan de gesprekken met hun, dat het belangrijk is dat zij stukjes geschiedenis delen met andere mensen. En voor oudere dove mensen gaat dat heel vaak over hun internaatsverleden of over de regimes waar ze mee te maken hadden toen ze jong waren, waardoor ze niet mochten gebaren. Al dat soort ervaringen. Daarvan is het heel fijn als je die kan delen met andere mensen die net zoiets hebben meegemaakt. Dat schept een band en dat is dus heel belangrijk voor het gemeenschapsgevoel voor die oudere dove mensen. En jongere doven die hebben andere ervaringen die ze ook met elkaar zullen willen delen. En die heel belangrijk zijn om die gemeenschappelijkheid op een bepaalde manier vast te houden. Ja, zeker. Ja, ik vind dat er heel veel mooie vragen tussen zitten. Zijn er nog anderen die vragen hebben? Jullie kunnen al je vragen stellen. We zijn vooral heel erg benieuwd naar wat jullie willen weten. Je mag ook je mening geven of iets anders of een opmerking. Dat kan allemaal. Wij staan daar gewoon open voor. Dus we horen graag jullie vragen. Doof Centraal wil graag even de mededeling doen dat we nu bijna een uur bezig zijn met deze livestream. Dat is al een behoorlijke tijd en dat is ook erg leuk. Dus de tijd zal zometeen om zijn. Ik denk dat we nog een paar minuten tijd hebben. Dus als jullie heel graag nog je vraag wil stellen, pak je kans. En als dat niet lukt, dan is dat ook niet erg. Want we hebben natuurlijk onze website www.meerdandoof.nl. En de onderzoeken die we hebben gedaan, waar Anja net al even over begon, het onderzoek naar oudere dove mensen, die komt op de website te staan. En ook dit onderzoek over dove slechthorende jongeren. Dus die kunnen jullie daar ook rustig even doorlezen. Die staat er ook in gebarentaal op, dus dat kunnen jullie ook bekijken. En verder staat er nog ander nieuws en informatie op de website. Dus ik zou zeggen, ga absoluut even kijken. Het is een hele leuke website geworden. Nou, ik vul nog eventjes aan dat de website nog bezig is om helemaal compleet te worden. Dus dat is waar. Niet alles staat erop, met name van het jongerenonderzoek niet, van het ouderenonderzoek dat al langer geleden is afgesloten, staat wel zo'n beetje alles erop. Maar je moet dus regelmatig nog even komen kijken om te zien wat daar allemaal opkomt. En dat zijn niet alleen verhalen, maar ook filmpjes zoals Meike zei. En ook prachtige foto's van Elisa Hartog. Ja, inderdaad, foto's van Elisa. Die heeft hele mooie foto's gemaakt, inderdaad, dat klopt. Er komt nog een vraag binnen, ik lees hem even. Ja, de vraag die wordt gesteld is, volgens jullie onderzoeksresultaat zijn de meeste doven positief over dove school. Maar ik ben benieuwd of er ook negatieve ervaringen zijn en hoe komt dat? Lisa wil heel graag deze vraag beantwoorden, dus ik geef even het woord aan Lisa. Die komt zo in beeld. Daar is ze. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, natuurlijk hebben mensen ook verschillende ervaring met dove scholen. Dat heeft natuurlijk ook met meerdere factoren te maken, ook met je achtergrond, je familie,
hoe je thuis ook communiceert. En als je op school komt, het onderwijs heeft daar natuurlijk heel veel invloed op. Als de docenten bijvoorbeeld niet kunnen gebaren, heeft dat al invloed. Ik kan één voorbeeld noemen van iemand die me vertelde dat hij graag in de klas een presentatie wilde houden. Dat waren 3 leerlingen in totaal. En ze hadden allemaal andere voorkeuren. Sommigen wilden spreken en anderen gebaren. Maar de docenten was niet heel vaardig in gebarentaal. Waardoor die ene leerling die dus in gebarentaal de presentatie wilde doen, het niet eerlijk vond. Omdat de andere leerlingen die het in het Nederlands hielden, direct contact hadden met deze docent. Maar dat deze presentatie die in gebarentaal werd gegeven, een tolk voor ingezet moest worden. Wat dus niet gelijkwaardig aanvoelde. En daarom is het dus ook heel erg belangrijk om over taal ook in de klas goede afspraken te maken. Dat iedereen daarin zich gelijkwaardig voelt en dat er geen verschillen komen tussen leerlingen. Omdat dan ook ervaringen ook gaan verschillen van elkaar. En zeker zijn de ervaringen heel verschillend per leerling. En dat, daarin speelt taal dus ook een enorme rol. En daarnaast is de logopedie ook iets wat een rol speelt. Daarin hebben mensen ook heel veel verschillende ervaringen mee. Sommigen vonden het verschrikkelijk om te leren praten. Die hadden nooit zin om logopedie te krijgen. Dat was vaak verplicht van de ouders. En het werd als niet leuk ervaren, ook als tijdverspilling. Dat zijn de reacties die we hebben gekregen. En binnen scholen zijn er ook verschillende ervaringen daarmee. En er is één ding wat ik wel een hele mooie uitspraak vond van iemand. Die zei namelijk, ik ben blij dat ik doof ben, want als ik niet doof was, dan kende ik jullie niet. En dat vond ik toch wel heel mooi. Dus die vond het fijn om daar op die school gezeten te hebben. Dus ik hoop dat ik zo de vraag heb beantwoord. Maar het gaat er vooral om dat er heel veel verschillende ervaringen zijn. En dat taal daar ook een hele rol in speelt. Dus ja, dat is het antwoord op de vraag, hoop ik. Dankjewel, Lisa. Leuk dat je even de vraag kan beantwoorden. Ik denk dat we nu een laatste vraag nog kunnen doen en dat we daarna kunnen afsluiten. Anders lopen we heel erg uit. Even kijken. Er wordt de vraag gesteld door Sietse. De vraag is, creëer je met een dove school geen segregatie ten opzichte van de rest van de maatschappij met de horenden? Ja, het antwoord op je vraag is eigenlijk ja, wel segregatie. Ja, toch? Ja, eigenlijk gebeurt dat wel. Anja, heb jij hier antwoord op? Wat denk jij hiervan? Ja. Nou, het is misschien grappig om daar de vergelijking te maken met het oudere onderzoek. Want wij hebben gekeken met name daar naar mensen die op de wachtlijst stonden voor de Gelderhorst. Een speciaal centrum voor oudere doven in Ede. Waar gebarentaal de huistaal is. Waar alles is ingericht op dove mensen. Glazen liften en open balkons om met elkaar te kunnen communiceren makkelijk. Iedereen moet gebarentaal spreken daar. De 30% van de staf is ook zelf doof. Dus dat is echt een centrum speciaal voor dove mensen. En we hebben gekeken naar mensen die daar wonen en zich thuis voelen. En mensen die op de wachtlijst voor dat centrum staan. En mensen die niet op de wachtlijst voor dat centrum staan. Om te kijken of er verschillen zijn in wat ze precies zoeken voor hun welzijn op hun oude dag. En wat we heel veel tegenkwamen is dat mensen vaak in hun eigen situatie thuis een goed leven hadden en een huis en buren en een wijk waarin ze bekend waren om boodschappen te doen. En in die zin eigenlijk geïntegreerd waren in de horende samenleving. Maar als ze naar de Gelderhorst verhuisden, het idee kregen dat ze een soort van vrijheid kregen. Dat ze niet meer hoefden op te boksen of moeite te doen om alsmaar zich verstaanbaar te maken. Of genoegen moesten nemen met de duim van de buurman van ja, het gaat goed als je eigenlijk een gesprekje wilt hebben. En dat
door die segregatie bij elkaar in die instelling, de Gelderhorst, ze eigenlijk een nieuw soort van vrijheid en zelfs empowerment, om maar eens een slecht Nederlands woord te gebruiken, ondervonden. En dat ze daarmee eigenlijk in de horende samenleving een veel krachtiger partij waren geworden dan wanneer ze alleen in hun eigen huis waren. En ik denk dat dat ook een beetje zo geldt voor dove scholen. Dat door segregatie, door mensen die dezelfde eigenschappen met elkaar delen, door die bij elkaar te zetten en vooral door de taal die ze met elkaar delen, daar de ruimte te geven, dat zij zich juist sterker kunnen voelen en sterker kunnen ontwikkelen dan wanneer ze in hun eentje in een horende school zitten. Ik zie dat Lisa wil reageren. Ja, Lisa die haakt graag even aan. Ja, daar ben ik weer. Sorry, ik blijf steeds maar in beeld komen, maar ik... Nee, je hoeft toch geen sorry te zeggen, joh. Ik vind dit namelijk een heel interessante vraag. Het huidige beleid is nu heel erg gericht op integratie, op het meedoen zogezegd. Maar het resultaat van het onderzoek kwam ook naar voren of dat iets goeds is. En ik zeg natuurlijk niet dat je per se mensen moet segregeren. Maar alleen richten op integratie en mensen laten meedoen in de maatschappij heeft ook schadelijke gevolgen. Zo blijkt dat uit het resultaat. Volledige segregatie aan de andere kant. Ja, ik denk dat er wel veel samenwerking zijn van dove scholen met andere scholen in de omgeving. Maar uit onderzoeken blijkt dus ook wel dat de overgang van de dove school naar een horende school, naar het reguliere onderwijs, behoorlijk lastig is en veel belemmeringen oplevert. Dat mensen daardoor worden overvallen. En dat heel lastig kan zijn. Dus het is ook wel goed om naar middenweg te gaan kijken. Dus dat je als je woont in een... Als je in een dove onderwijs zit in je omgeving, kan je vertrouwen krijgen, omgeving jezelf ontwikkelen. En dan kan je ook op de horende maatschappij zogezegd worden voorbereid. Dus in plaats van dat je... Ja, het is een beetje een harde vergelijking misschien, maar dat je daar gelijk in één keer in terechtkomt. Dus ik denk dat je er ook zo tegenaan kan kijken. Dus ik zal mijn beeld weer even uitzetten, want volgens mij gaan we zo afsluiten. Jullie hebben nu heel veel vragen gesteld. We hebben jullie vragen proberen te beantwoorden. En je mag altijd ook contact met ons opnemen als je nu geen vraag hebt gesteld. Je kan ons mailen persoonlijk of op de website kijken. Dat mag allemaal. Wij horen heel graag jullie vragen en jullie meningen. Dus dat willen we ook graag verzamelen. Ik hoop heel erg dat jullie een leuke avond hebben gehad. Dat jullie hebben genoten van de livestream. En dat jullie hebben kunnen zien hoe er vanuit onderzoek tegen dove en slechthorende jongeren aan wordt gekeken. Ik wil jullie bij deze een hele fijne avond wensen. Tot de volgende keer.